Yo, what up gasten, dit is de FIFA Experience. En vandaag doen we een nieuwe serie, Start from the Bottom. Nou, dat houdt zo'n beetje in dat we gewoon helemaal overnieuw gaan beginnen. Dit is het team wat we aan het begin kregen. Van EA, ja, 3 gouden kan je zien. Wernbleum, Antunes en volgens mij is het ook Jelle Vossen, de Belg, ja. En de rest allemaal brons, allemaal onbekend. En hiermee gaan we gewoon proberen te spelen en in divisie 1 te komen op Ultimate Team. En we gaan natuurlijk een beetje coins verdienen, maar dat gaan we alleen uitgeven aan pakjes. Dus we kunnen alleen beter worden door iets goeds te krijgen in onze pakjes. Dus ja, laten we gewoon kijken hoe dat gaat lopen en let's go. Oké, jongens, dit is ons team geworden. Helemaal brons. Eigenlijk nog een prima chemistry, 90. Volgens mij, ja, is wel een aardig team. Let's go, eerste potje. Oké, boys, we moeten tegen een heel goud elftal, 10e divisie. Even kijken hoe dat gaat. Oh, bourgeois. Bourgeois. Geeft hem af. Weer naar binnen. Voorzet. Oeh. Bijna een goal, joh. We gaan los. We gaan los, mensen. Oh. Nee, joh. 1-0 achter. Oh, shit. Scoort weer vanuit de corner. Maar ja, dit is eigenlijk een beetje oneerlijk. Want ja, we moeten tegen een heel glimmend goud team met jouw Silva, noem hem allemaal op, Willian, Hulk. En dan komen wij met bronzen spelers, ja. Wat dan? Ja hoor, we hebben gescoord. Toch nog. Hoe is het mogelijk? Misschien kunnen we nog eentje maken en dan kunnen we gelijk spelen nog. Gelijk spel eruit halen. Ah, jezus, anders schot. Even vergeten dat. Ze kunnen natuurlijk niet plaatsen. Nee, 2-1 verloren, helaas. Maar ja, het is een beetje oneerlijk, hè? Goud tegen brons. Oké, tweede potje. Oké, dan maar deze shirts. Het eerste potje was een beetje oneerlijk. En nu wordt het weer een beetje oneerlijk. Met, ja, nu was het zeker oneerlijk. Kijk eens wat ze hebben, joh. 3 man of the match. Koken, team of the season. Mooi team, mooi team. Nou, dat is alweer de 1-0. Nou, dit is gewoon te lastig. Ja, daar gaat Arquin. Lopje. Ja hoor, ja hoor. 1-1. Mooie goal van Arquin. Zijn tweede goal al. Topscorer van ons team. Wow. Ja. Oké, 2-8 in de eerste helft. Het is natuurlijk hartstikke lastig. Al kom je met een team of the season coke aanzetten. Maar we doen ons best. Nou, wat is hier nou van te zeggen, man? Wat kan je nou over zeggen? Oei, joi. Nou, de keeper die kan natuurlijk helemaal niks klemmen hebben. Wat is een slechte keeper op doel. Jezus, geen eigen doelpunt. Jezus, maak een corner van, joh, mogol. Teringverdediger. Ja, tuurlijk. 5-1. Oké, we zijn een potje even afgeslacht, maar ja, allemaal man of the matches en team of the season. Is natuurlijk onmogelijk te spelen met een brons team. Wat nog ineens volle chemistry heeft. Dus we gaan even iets veranderen. We gaan niet zo doen dat we alleen met de coins alleen maar pakjes mogen kopen, maar ook gewoon via de market, gewoon transfermarkt. Dat we dan ook gewoon space mogen kopen. En dan kopen we dus nu even een paar gouden spelers. Zodat we tenminste een beetje kans maken. Anders wel heel erg lullig. Oké, we hebben een paar veranderingen gedaan. Want het werd al een beetje erg lastig. Dus we hebben met de coins die we nu hadden. Hebben we eigenlijk gewoon een paar gouden spelers gekocht. En om een beetje die game misschien nog een beetje goed te houden. Hebben we ze gewoon uit Liga BVA. En vooral een beetje Spanjaarden gehaald. Dus kijken of we nu een beetje een kans maken. Nieuwe ronde, nieuwe kansen. Kijk tegen welk team we nu moeten. Oh, hij is maar 77 algemeen. Maar nog steeds een heel goed team. Ja, wordt nog steeds lastig. Kijk eens joh. Die groene lijnen met Draxler joh. Helaas, 1-0 voor de tegenstander. Uiteraard uit een corner. Oh, nee nee. Ah. That's life. Oké, jongens, dit was de derde match. We zijn weer geslacht, zoals altijd. Maar ja, wat moet je hè, met dit team? Oh, we krijgen nu zelfs maar 336 punten. Want onze IEF's munten zijn op. Nou, misschien zie ik jullie later. Hoi hoi.